Minister Brontë-Sommerharjo van Binnenlandse Zaken zei gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers dat opleidingen van verschillende religieuze organisaties voor eind van dit jaar worden erkend. De bewindsman vertelt dat belanghebbenden van alle geloofsovertuigingen of overtuigingen interesse hebben getoond van de waardering vanuit de autoriteiten. Ja, dus wij zijn voornemens om die opleidingen te erkennen. Het beleidsgebied religieuze aangelegenheden valt onder binnenlandse zaken. En vanuit dat oogpunt worden er ook geestelijke voorgedragen, betaalde geestelijke. En wij zeggen, het is alleen maar goed als wij standaardisatie brengen in de opleidingen. Want nu hebben we dat niet en nu kunnen wij daarom ook geen evenwichtige beoordeling geven aan de bezoldiging bijvoorbeeld van de geestelijke. En ik heb altijd al gezegd, de religieuze diversiteit is de kracht van onze natie. En daar moeten we ook voor zorgen dat we in ieder geval weten wat voor opleiding wordt gegeven, want je kan niet zo zijn, je bent geestelijk en je weet niet eens een stuk uit je heilige geschrift te kennen. Ja. Maar dus van de moslims, de christenen, de hindoes, broeders en zusters, wintibeleiders, van allemaal willen we indien er is de opleiding erkennen. Sommerharjo zegt verder dat er een aantal vraagstukken op zijn agenda liggen bij het departement. De kwestie van de religieuze opleidingen moet echt van standaardisatie worden voorzien. Het beleidsgebied religieuze aangelegenheden is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het departement ziet het daarom volgens Sommerharjo als noodzaak om deze opleidingen formeel te gaan erkennen.